En nou, lieve vrienden, ik heb me weer klaargemaakt om naar die Tuchtstraat toe te gaan, in een andere wijk. Een hele goede morgen, lieve vrienden. Het is vandaag alweer een zaterdag 11 december en we leven om eens even kijken. 11:20, ik ga zo meteen met mijn hondjes uit. Maar ik wens jullie natuurlijk als eerste een welkom bij een gloednieuwe vlog. En ook bij deze wil ik Karin en Roderick van harte feliciteren met hun 3-jarig huwelijksjubileum. Het is alweer 3 jaar geleden dat ze getrouwd zijn, dus ja, de tijd gaat snel. Dus van harte gefeliciteerd bij deze lieve schatten en ik hou van jullie een heleboel, dat weten jullie wel. Ja, en ja, vandaag is het ook de oordeling, hè? Heb ik het? Nee, het duurt 24 tot 48 uur, is ook zo. Maar in ieder geval, ik moet vanmiddag om 1 uur in de Tuchtstraat zijn, of dat is een gebouw waar ik samen met mijn mannetje nog ben getrouwd. In dat gebouw is het, dus ja, we gaan er gewoon heen en ik hoop op het beste, maar ik hoest af en toe knap rottig. Ja, het is niet fijn, maar ja, ik ga toch zometeen met de meisjes lopen en dat gaat toch allemaal gewoon door. Of het nou mag of niet, die kan ik moeilijk in huis laten en Elwin die doet het niet in de tuin. Rijka wel, maar Elwing niet. Nee, die zit er ook een beetje om erheen te kijken en die wil liever lopen. Nou ja, ik geef er ook geen ongelijk, ik ook. Ik wil ook liever lopen. Lekker in de frisse lucht. Gaan we ook lekker doen. Ja, lekker genieten, want het zonnetje schijnt. En de lucht is blauw. En ja, er hangt wat bewolking erbij. Maar het is geen lelijke bewolking. Het is... wit, laat maar zeggen. Ja, toen zullen jullie het hopelijk zo zien allemaal. Maar in ieder geval, daarom kan je niet kijken, want daar schijnt de zon op. En je ziet precies welk raam vies is. Ja, echt. Echt waar. Dat is het nieuwe raam. Die is knap smerig. Ik heb dan die sticker erop geplakt. Nou, en daar heb ik dus aan het vegen geweest en dat kun je ook duidelijk zien. Maar ja, maakt niet uit. Zodra het kan, wordt die schoongemaakt. Hé? Ja, en dat kan nou niet. Nee. Kijk, deze was stout. Weer de boel boven aan het vernielen, wat op bed ligt. Hé? Nee, is niet lief. Nee. Ik zeg nee. Maar ja, ik kan hier dus niet zitten vanwege het zonnetje. Je kan niet naar buiten kijken, niks. Dus daarom zat ik even hier al aan deze kant. Dan kan ik het wel wat zien. Nou, en ik heb gelijk ook mijn kerstboom voor de booster mee naar beneden genomen. Die ga ik weer op mijn booster monteren. Gewoon vast binnen mijn touw. En dan komt dat ook wel weer goed. Maar ik wens jullie nu een hele fijne, liefdevolle dag toe. Geniet ervan met wat jullie doen. Maar geniet ook vanzelf weer met ons mee. En nou, lieve vrienden, ik heb me weer klaargemaakt om naar die Tuchtstraat toe te gaan in een andere wijk. Ik heb de kerstkaarten die ik nog weg moet brengen in mijn tas gedaan. Dat doe ik gewoon, want ja, ik ben dan toch al buiten, weet je. Dus ik kan het allemaal gelijk doorgaan. Maar in ieder geval, ja, daarna mag ik natuurlijk niet vloggen. Dat vanwege privacy, ook vanwege degene die er allemaal doen, et cetera. Dus ja, dat is logisch. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, ja, ik hou jullie gewoon op de hoogte. En ja, het is 24 tot 48 uur wachttijd voordat je eindelijk weet wat de testuitslag is. Maar oké, dat horen jullie wel. Ik zou zeggen, voor nu, geniet ze, want het is prachtig mooi weer. Althans, hier in Den Helder.
Doei! Zo, lieve vrienden, ik heb met boodschappen had ik ook wat leuks gekocht. Wil ik jullie even laten zien, want er zit een legje in. Is dat niet leuk? Groen en blauw en rood. Ja, ik vond het wel lief. Ik denk, nou, ik neem hem mee. Heb ik een kerstcadeautje voor mezelf toch gekocht? Ja, simpel, zat. Twee batterijtjes erin en klaar. Ook heb ik mijn scootmobiel even binnen gehad. Ik heb de kerstboom erop gezet, vastgebonden, dus helemaal top. Ik heb nou mijn tweede bakje koffie weer. En zometeen vleesje bakken en dan komt het allemaal wel goed. Ja, ik ben nou eventjes moe, want het was even best wel veel werk. Want ja, je moet het alleen nog doen en ik heb er eens een keer hulp bij gehad. Dat was toen onze Jan van Dam. En ja, dan gaat het veel makkelijker. De ene houdt het boompje vast, de andere bindt het vast. Nou moet je het beide doen. Ja, nou ja, dat gaat het niet worden, 1, 2, 3. Holy fuck, joh. Oh, moet jij niet kwispelen? Kwispelen met het kleine palingstaartje van je, hè? Jo. Ja, nou kind. Ja. Ja. Meisje. Ja, dus ik ga eventjes, denk ik, lekker even voor de pc zitten te hangen. En ja, ik ben nou echt even moe. En daar kan je ook lamlendel van worden. Ik heb ook een hoesbui gehad. En daar word je ook moe van. Maar het komt allemaal wel weer goed. Auw, die onderste zijn van ikken. Ja. Wat voor dikkie. Maar oké, lieve vrienden. Oh, lekker ding. Ik zou zeggen, geniet verder van jullie in namiddag. Want het is 4:15 bijna. Even kijken op de computer. Ja, 4:12, dus het is namiddag. Geniet ervan, neem een bakje thee, neem een bakje koffie, net wat je lust, of een sapie of een drankie of wat dan ook. Maakt niet uit. Nee, gewoon doen wat je wilt doen. Ik zou zeggen, tot later.